De ladies van de soft controls, daar zijn jullie dan. Jullie hebben ook een presentatie net gegeven bij het Behavior Risk Congress 2021, verbonden aan een hogeschool. Ik laat jullie gewoon even een introductie doen van jullie zelf. Begin bij jou, Desiree. Ja, nou, mijn naam is Desiree Meurs. Ik zal ook een beetje naar de camera kijken anders. Ik ben onderzoeker bij de Hogeschool Rotterdam. En daarnaast ook bezig met mijn promotieonderzoek naar soft controls. En daarbij verbonden aan de Erasmus Universiteit. Ik ben Maaike Lieklama. Ik ben lector Finance and Business Innovation bij de Hogeschool Rotterdam, het kenniscentrum daarvan. En samen met Desiree heb ik een mooi onderzoek dat 2 jaar heeft geduurd mogen afronden op Soft Control Scan en Soft Control Toolkit. En dat is het onderdeel van Soft Controls dat we op dit congres hebben gepresenteerd. Ja, hartstikke goed. Nou, zullen de kijkers van het Risk & Compliance platform wel weten wat soft controls zijn en wat de principes zijn, maar toch even voor het bredere publiek, leg eens uit. Ik stel de vraag aan jou. Ja, het zijn informele beheersmaatregelen. Dus waar de hard controls echt de formele beheersmaatregelen zijn, zijn soft controls de informele beheersmaatregelen. En daarbij kan je denken aan voorbeeldgedrag bijvoorbeeld van een leidinggevende. En dat gaat echt in op het direct persoonlijk functioneren van een medewerker. Ja. Echt het gedrag, gedrag, ethiek, diversiteit, inclusiviteit, allemaal thema's die in de organisatie van vandaag de dag ontzettend belangrijk zijn en nog belangrijker worden eigenlijk. He, veel verandering. Hoe zet je soft controls eigenlijk nou in? Ja, wat je doet, dat is eigenlijk dit is een hele mooie vraag die je stelt. Want dat is, daar zitten veel bedrijven ook mee van hoe gaan we daar nou mee aan de slag. Hè? Nou, wij hebben een scan en een toolkit ontwikkeld die eigenlijk zegt 5 thema's zijn belangrijk om recht te hebben in de organisatie. Om goed in soft control te zijn. En dat zijn motivatie, betrokkenheid, vertrouwen. Ethisch handelen en integriteit en zelfsturend handelen. Dat zijn eigenlijk de 5 belangrijke thema's. En ja, hoe zet je die in? Daar moet je eigenlijk voortdurend het gesprek over aangaan. En je moet proberen te kijken of je op deze 5 thema's in controle bent. Daar hebben we een stellingenlijst voor gemaakt. Die bestaat uit 36 stellingen. Ja. En die kan worden ingevuld. En dat geeft jouw organisatie een beeld van de mate waarin het in soft control is. En dat vullen medewerkers in. En ook de manager vult hem in. De manager vertelt hoe het nu is en waar hij naartoe wil. En de medewerkers die vullen in hoe het nu is. En dat geeft voor ons hele mooie analyse mogelijkheden om zo'n bedrijf echt een advies te geven. Dat advies is overigens auto-gegenereerd. Ja. Geef eens een aantal voorbeelden van die stellingen. En kom lekker nog even naar voren, want we zitten zo dicht. Dit is echt dus COVID-19 tijden, dus we zitten echt een beetje van hoe dichtbij kunnen we nou. Maar we zijn allemaal getest, dus dat zit allemaal goed. Ja, maar geef eens even wat voorbeelden van die stellingen. Nou, bijvoorbeeld bij ethisch handelen, daarbij zijn voorbeelden noemen als dat je fouten mag melden of kan melden als medewerker in de organisatie, dat dilemma's worden besproken in de organisatie en bijvoorbeeld ook als laatste, moet ik even goed nadenken. Aanvullend, jij weet het best. Ja, dat je elkaar kan aanspreken op gedrag. Dat is er volgens mij ook eentje. Ja, en voorbeeldgedrag. Ja. Dus van je leidinggevende dat je de bepaalde normen en waarden uitdraagt als organisatie. Dat is ook een. En daarop zijn eigenlijk al die stellingen gebaseerd per thema. Dus ethisch handelen heeft een aantal stellingen. Betrokkenheid heeft een aantal stellingen. En betrokkenheid gaat meer in over dat het werk uitdagend is. Dat het werk waardevol is. Over erkenning die je krijgt als werknemer. En zo zitten bij elk thema een x-aantal stellingen. En zo krijg je echt een goed beeld van in hoeverre een organisatie op dit moment in soft control is. Nou, zijn jullie wetenschappers, dus ik ga die vraag gewoon stellen. Want hoe waterdicht is dit wel? Nou, dat is een heel erg leuke vraag, want daar zijn we stiekem een beetje trots op, want dit is een gevalideerde scan. Dus wat we hebben gedaan, dat is echt wel monnikenwerk geweest. We hebben eerst op basis van kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek
een prototype ontwikkeld, maar die zijn we steeds verder gaan verbeteren. Ook op basis van kennis die we weer terugkregen uit bedrijven waar we onderzoek deden. En vervolgens zijn we die echt via factoranalyses gaan valideren. Dus dat betekent dat je hem uitzet onder 500 respondenten. Mm. En dat hebben we een aantal keer gedaan. Dus we kunnen met trots zeggen dat we een gevalideerde scan hebben. En ook hoogleraar hebben ook nog meegedacht met ons. Zoals Muel Kaptein natuurlijk. Dus dat is ook echt heel waardevol geweest om uiteindelijk die valide scan te kunnen maken. Dus hij is ook nog inderdaad ook nog een construct validiteit. Dus dat er ook hoogleraren en experts naar hebben gekeken. Wat is jullie kijk op de balans tussen tools, technologie en de menselijke factor? Ik denk dat die elkaar kunnen versterken. Ik weet niet hoe jij daarin zit, Desiree. Ja, ze kunnen elkaar zeker versterken, maar ik denk dat zeker die aandacht voor die menselijke kant echt heel erg belangrijk is. En dan kan je ook kijken naar Volbeda, die eigenlijk zegt van die technologische innovatie, dat bepaalt uiteindelijk maar 25% van je innovatiesucces. Maar die mensenfactor, die sociale innovatie, dat is 75% van je succes, wat dat bepaalt. Dus die aandacht voor die menselijke kant is denk ik echt cruciaal en heel erg belangrijk. Ja, en elkaar niet uit het oog verliezen. Dat is denk ik ook een heel belangrijke. Dus dat je kan best... Ik denk dat we leven in een tijd van digitalisering. Dat is één heel belangrijke aanleiding. Dat nu juist soft controls zo belangrijk zijn. Hè? Dus bedrijven moeten, wat we net al zeiden, moeten wendbaar zijn. Snel aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Maar kunnen ook heel veel profijt hebben van die digitalisering en data. Maar vergeet dan niet het menselijke aspect. Dat wordt misschien nog wel veel belangrijker dan. Ja. Eigenlijk aansluitend op wat jij zegt. Hè? Ja. Tot slot, dames. De ladies van de soft controls. Ik vind het zo leuk om je zo te noemen. Jullie zijn wetenschappers. Als jullie vanuit de wetenschap één ding zouden mogen meegeven, het mag een tip zijn, het mag feedback zijn, het mag iets zijn wat jullie tegenkomen vanuit jullie perspectief. Maakt niet uit wat het is. Aan de organisaties van vandaag de dag, wat zou dat dan zijn? Besteed aandacht aan die menselijke kant. En inderdaad, ga met elkaar in gesprek en probeer niet regels en procedures op te leggen, maar ga die met elkaar maken en zorg dat je met elkaar in gesprek de normen en waarden creëert. En zodat je echt de gewenste cultuur krijgt in de organisatie. Waardoor je kan inspelen op alle veranderingen die vandaag de dag natuurlijk aan de orde zijn. Ja, en wees je bewust van het feit dat eigenlijk menselijk kapitaal het belangrijkste kapitaal is. Het staat niet op de balans, want mensen zijn geen slaven. Maar het is eigenlijk gewoon, het bepaalt 80% van de waarde van een onderneming. Dus investeer in je mensen, luister naar ze. En zorg dat zij zich helemaal goed voelen in die organisatie. Want dan gaat die organisatie prachtig presteren. Dank jullie wel.